Martens. Ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Heers, samen met mijn vriend en mijn zoontje van 11 maanden. Ik werk als huishoudhulp bij Puur in Sint-Truiden. En in mijn vrije tijd, ja, ik besteed eigenlijk graag al mijn tijd aan mijn gezinnetje. Maar toch, ik wou eens iets nieuws en een uitdaging aangaan, vandaar deze verkiezing. Ja, ik als iets jong is, dat is fijn zo, als jonge mama. Dat is later ook fijn voor de kleine, als hij wat ouder is, dat hij nog zo'n jonge mama heeft. Ik vind dat... Goh, ik had vroeger als hobby wel dansen, maar dat is er een beetje uitgegaan na het ouderschap dan. Ik doe dat nog wel graag, maar het is niet dat ik dat nog in mijn vrije tijd beoefen. Ik heb hip-hop gedaan, ik heb streetdance gedaan, maar ik heb ook modern gedaan. Maar ballet en zo, dat was niet voor mij weggelegd. Omdat er zijn eigenlijk heel veel misverkiezingen, maar dat is allemaal zo een standaard misverkiezing. Helemaal niet zoals deze. Deze gaat om bier. Dat is eens iets helemaal anders. En ook, je mocht niet meedoen als je kindjes hebt aan andere verkiezingen. Ik weet niet waarom. Ze denken dan waarschijnlijk dat je verantwoordelijkheid niet kunt nemen als je wint. Maar ik wil dus het tegendeel bewijzen, dat ook wij mama's thuis horen op zo'n podium. Ik weet niet, ik sta soms wel eens graag in de spotlight. Niet altijd, want ik ben niet iemand die graag alle aandacht heeft. Maar ik vind dat dat wel eens mag, zo jezelf een keer laten zien langs een andere kant. Ja, winnen is natuurlijk altijd fijn meegenomen. Hè. Iedereen gaat denk ik wel voor de winst. Maar als het niet zo is, dan is het zo. Deelnemen is nog altijd belangrijker als het winnen. Ik heb gewoon heel veel doorzettingsvermogen. Als ik iets wil, dan ga ik er op 100% voor. Dus ik zal mij zeker voor alles inzetten en mijn best doen. Oh, ik denk vooral of je spontaan en vlot bent. Of je veel lacht, want als je zo een beetje zuur kijkt, dat is ook niet altijd schitterend. En gewoon, dat je goed meedoet, zo'n beetje ertussenuit springt. Tot nu toe weet ik dan dat we sowieso de twee dagen daarna, dus de bierfeesten, moeten we dan aanwezig zijn, zo het bier rondbrengen en zo. En achteraf staat het eigenlijk nog niet echt helemaal vast, maar waarschijnlijk één keer per maand gaan we dan toch wel zo naar evenementjes moeten meegaan en het bier promoten. Walsberger bestaat al heel eventjes, maar ja, ze zijn er eigenlijk nog volop bij bezig. Ze hebben nu drie soorten. Er is nog een vierde soort geweest, maar dat was maar een tijdelijke. Maar dat gaat er goed in komen. Hè. Ik kan dat wel drinken, ja, maar echt heel veel niet. Zo van die standaard bieren niet. Ik probeer wel liever zoiets speciaals. Maar goh, mijn mama vooral eigenlijk, ja. Ja, hoe zij ons eigenlijk grootgebracht heeft. Ze heeft eigenlijk er altijd voor gezorgd dat wij alles hadden wat we nodig hadden. Ze deed liever haar eigen iets tekort dan ons. En ja, ik kijk daar wel naar op en ik wil dat zelf ook bij mijn kinderen kunnen. Bergen of zee? De zee. Vakantie of werken? Vakantie. Nee, dan niet. Maar ik vind dat je er af en toe wel eens tussenuit moet kunnen. Ja. Ofwel een heel warm land, ofwel gewoon dus de zee. Lekker uitwaaien. Een land, ja... Zoiets lijkt de Costa Rica of Turkije, zo echt zo iets heel moois. Getrouwd of samenwonend? Samenwonend. We hebben voorlopig het geld nog niet echt voor te trouwen. Allee, trouwen op zich kost geen geld, maar zo het feest wat erbij komt en zo. Wel bedankt voor het interview. Dat is heel graag gedaan. Bedankt.